deze dag, help mij om even weer stil te staan van wat doen we het allemaal voor? Er zijn alleen maar leuke mensen hier en ik denk dat het heel fijn is voor alle mensen om heel veel te leren over de jeugd. Er wordt nog te weinig naar kinderen geluisterd. Wij zeggen altijd, zonder kinderen, zonder jeugd geen toekomst. Welkom in de jeugdcrib. Wij gaan vandaag bij iedereen checken of iedereen in de vibe zit. Dan gaan we dan, let's go! Welkom bij de 12e editie Voor de Jeugddag. Het is natuurlijk altijd een heel groot feest op de Voor de Jeugddag. Om al die mensen te zien die allemaal met jeugd werken rondom jeugdthema's. En het is hartstikke mooi om te zien hoe geïnteresseerd ze ook zijn om te luisteren naar de jeugd. Ik wil werken aan een gemeenschap waar onze kinderen altijd een stem hebben. Ik denk dat ik het aan het eind van deze dag graag gehoord wil hebben hoe wij met elkaar kinderen en jongeren die nu in de jeugdhulp zitten, of kinderen en jongeren die een zorgvraag hebben, hoe we die een beter antwoord kunnen geven op hun hulpvraag. En wat ik heel erg merk aan de personen die vandaag aanwezig zijn, is dat zij ook echt verandering willen in de jeugdzorg en verandering willen in de leefwereld van kinderen. Ik vind het vooral gewoon een mooi evenement om weer mensen bij elkaar te krijgen die richting dezelfde doelen werken en dan weer te horen van elkaar hoe dat zij dat gedaan hebben gekregen het afgelopen jaar. Er zijn hier vandaag dus bijna 3000 mensen bij elkaar. Jeugdprofessionals, mensen die bij de overheid werken, maar ook ervaringsdeskundigen. En die wisselen met elkaar allemaal verhalen uit. En ik mag daar de stem van de jeugd laten horen. En dat is natuurlijk fantastisch om te doen. Gebruiken jullie alles AI? Ja, ik gebruik het. Ja, soms iets te veel. Ik gebruik het echt heel vaak. Ik vind het altijd heel grappig om te kijken wat een AI chat app om dat te zeggen heeft. Wat denk jij dan als je dit hoort, Margriete? Als je kijkt naar kinderen, dan kijken we vaak offline. Hè? Wat is er in de fysieke wereld aanwezig? Als je kijkt naar kinderen, dan maken ze eigenlijk niet meer dat onderscheid tussen online en offline. Ik denk als advies aan u, ga nog veel meer met jongere kinderen praten over wat doen jullie online. Ik denk dat er één bevolkingsgroep is die ons het meest kan vertellen over hoe kinderen in de digitale wereld omgaan. En dat zijn de kinderen zelf. Neem kinderen serieus. Neem kinderen altijd serieus. Dat is mijn belangrijkste boodschap. Wat ik het mooiste vind aan de Voor de Jeugddag is dat er zoveel diversiteit zit in de mensen die hier zijn. Er zijn mensen van het onderwijs, van de zorg, maar er zijn ook gewoon heel veel kinderen. En ik denk dat in het bijzonder de toevoeging van kinderen aan het gesprek voor hele andere gesprekken zorgt. Bent u de Mjor? Ben ik de? De Mjor. De wat? Zijn we de wat? De wat houdt dat eigenlijk in? Dat zegt mij niks. De Mjor. Wat was het ook alweer? Ik heb het net nog opgezocht. Ik vind het hier heel belangrijk om hier te zijn, omdat het heet jeugddag. Jeugd. Dus we moeten ook wel jeugd zijn. Wat ik het belangrijkste vind, is dat kinderen fijn en gelukkig kunnen opgroeien. Als je alleen maar gaat praten met de mensen die denken, ja, maar het kan niet, of het wordt niks, of het is te moeilijk, ja, dan wordt het nooit wat. Het gaat over bouwen aan een sterke gemeenschap, hè? Dat is het thema van vandaag. En ik denk wat zo belangrijk is als we denken aan het bouwen van een sterke gemeenschap is, dat begint natuurlijk bij jezelf. Ik vind eigenlijk dat je in alle gemeenschappen aandacht moet besteden. Want hoe steviger een vangnet van om kinderen heen, hoe beter het is. Dan denk ik dat we het vooral moeten hebben over de wij-maatschappij, zo noem ik die altijd. Dat we het met elkaar moeten doen. Een heel inclusief gemeenschap waarbij iedereen eigenlijk welkom is. Overal moeten kinderen een stem hebben. Dat is een gemeenschap waar we naartoe moeten gaan werken. Dat vind ik ontzettend belangrijk. En waarom vind ik het belangrijk? Omdat jullie onze toekomst zijn. Kinderen zijn onze toekomst. Ik denk dat heel veel mensen zich machteloos voelen. Ik denk dat heel veel mensen niet machteloos zijn. Dus het gevoel en het inwezen zijn, dat zijn twee verschillende dingen. Ik denk dat iedereen die werkt in of aan de zorg een bepaalde macht heeft, omdat hij iets kan veranderen. En daarvoor heb je inderdaad elkaar nodig, maar je bent wel een relevante schakel. En als je die verantwoordelijkheid voelt voor de schakel die jij bent, dan verandert er al heel veel. Als je jeugd hebt, kinderen hebt, dan moeten wij als volwassenen nu zeggen, ik ben ook kind geweest. Ik ben fijn dat iemand heeft voor mij alles geregeld. De kinderen zijn toekomst van elke land. Zijn jullie de Mjor en mindful? Wat ben ik? Wat ben ik? Ben ik wat? De Mjor. Je moet me even vertellen wat het is. De Mjor is, je bent volwassen, je weet wat je doet, je bent professioneel, je houdt het simpel. Nou, wat vind je zelf? Wij zijn super demure. Misschien een klein beetje, maar nog niet helemaal tot op de trend toe. Very demure, very mindful.
Het zou eigenlijk iedere dag voor de jeugddag moeten zijn. Bedankt!